De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd haasten de herders zich naar Bethlehem en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden, maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen die het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden, om alles wat zij gehoord en gezien hadden. Het was juist zoals hun gezegd was. Toen de 8 dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden, ontving het de naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd, voordat het in de moederschoot werd ontvangen. Woord van de Heer. Mogen de woorden van het evangelie onze zonde worden uitgewist. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zegt Paulus. Op dat moment zond God zijn eigen zoon, geboren uit een vrouw. Nu we net zijn overgegaan van het oude naar het nieuwe jaar, heeft u misschien wat nagedacht over dat begrip tijd. Over de tijd die voorbij is, de tijd die komen gaat. Misschien is het een prachtig jaar waar u op terugkijkt. Misschien was het een heel ellendig jaar en hoopt u dat het komend jaar beter zal zijn. Maar tijd is voor ons heel belangrijk. Tijd is iets lineairs. Het begint ergens en het heeft ook een einde. Voor God is dat anders. Voor God bestaat het begrip tijd niet op dezelfde manier. Wij worden geboren. We leven een tijd, hopelijk een goed leven, en gaan dan voort met het leven bij God. En vanaf dat moment is tijd niet meer belangrijk. Dan is alleen maar het ene moment belangrijk. We kunnen dat al een klein beetje beleven door ons te realiseren dat soms een moment de tijd stil lijkt te staan. We kunnen soms een moment heel intens beleven. Ik denk dat het in de hemel bij God een beetje iets dergelijks is, maar dan veel groter, veel mooier. Tijd is dus een relatief begrip. Maar wat bedoelt Paulus dan met de volheid van de tijd? Want daarna ging de tijd verder. Het was niet dat het allemaal voltooid was. Wat hij daarmee bedoelt is, op het juiste moment, van God berekend natuurlijk, gebeurde er iets wat de hele wereld, wat de hele aarde, wat het hele leven van de mensen voor Jezus in zijn levenstijd en daarna veranderen zou. Dat is zoiets groots, zoiets bijzonders, die menswording van God, dat alles door elkaar geschud wordt. Niets is meer hetzelfde. En zo mag het ook zijn voor ons op dit moment. Nu we een nieuw jaar beginnen, mogen we een nieuw jaar beginnen met Jezus aan onze zijde. We hebben net 8 dagen Kerstmis gevierd. Dit is de 8e dag van Kerstmis. Ook vandaag vieren we dat God mens is geworden. Dat God in ons midden is gekomen. In de liturgie is de tijd als het ware even stil blijven staan. En hebben we 8 dagen lang Kerstmis kunnen vieren. We weten dat in onze menselijke beperktheid we verder moeten gaan. Maar juist nu op de 8e dag van Kerstmis het nieuwe jaar begint, mogen we heel bijzonder Gods zegen vragen over wat komen gaat. Wat geweest is, dat kunnen we niet meer veranderen. Maar wat komen gaat, in het komend jaar kunnen wij onze eigen houding veranderen. Kunnen we nog dichter bij God zijn. Kunnen we nog meer proberen om in het moment te leven. En God te danken en te loven zoals de herders het doen. En op die manier wordt het werkelijk een zalig nieuwjaar. Een zalig nieuwjaar waarover we het gebed van de Heilige Geest hebben uitgesproken. We hebben gevraagd of de Heilige Geest het komend jaar ons wil begeleiden.
En op dit feest van de moeder van God mogen we opnieuw realiseren hoe belangrijk de rol van Maria is. Maar ook hoe volmaakt haar voorbeeld is voor ieder van ons. Hoe ze zich helemaal toewijdt aan de wil van God. Maria begrijpt niet alles. Daarin is ze zoals de meesten van ons. Ik denk dat de meesten niet alles begrijpen van wat er gebeurt. En toch gaan we door met leven. En zo is het met Maria ook. Want we weten wat de essentie is. We weten wat het allerbelangrijkste is. Namelijk dat God houdt van iedere persoon. Van ieder van ons en van al die mensen in de wereld. En dat God op weg is met ieder van ons. En dat Maria heel bijzonder voor ons wil bidden. Laten we daarom vandaag niet alleen de Heilige Geest aanroepen, maar ook vragen aan Maria om voor ons te bidden. Opdat we in staat zullen zijn, net als zij, in het moment te leven, zonder alles te begrijpen, maar eenvoudig wat er gebeurt te bewaren in ons hart. En als we het er moeilijk mee hebben, het aan God voorleggen. Als we ergens blij over zijn, samen met hem jubelen en juichen. Dan leven we als ware christenen in de zin zoals Jezus het bedoeld heeft. In al die momenten dat hij sprak over God, over de liefde van God en over onze manier van leven. Ging het steeds daarover. Dat we steeds meer toegroeien naar een levensstijl die ons dicht bij God brengt. Dat we kunnen laten zien hoe groot die liefde van God is. Niet alleen voor ons, maar ook voor anderen. En dat die liefde van God door ons heen straalt naar anderen toe. Maria lijkt soms wat ver weg. Dichterbij kunnen de herders zijn. De herders die in het veld waren en daar een engel zagen, op weg gingen naar de stal. En zo horen we dat juist, hoe ze daar een pasgeboren kind in de kribbe zagen liggen. Samen met Maria en Jozef. En dan gaan ze op weg. Dan gaat de tijd verder. Er is eventjes dat hele bijzondere moment waar de tijd stil lijkt te staan. En dan gaan ze verder. En wat gebeurt er op hun verdere levensweg? Ze maken bekend wat er over het kind gezien was aan iedereen. Ze maken bekend wat ze beleefd hebben in hun ontmoeting met God. Want daar in de kribbe, daar ligt God. Daar ligt onze God. Daar ligt onze God die zoveel van ons houdt, dat hij zelfs bereid is om onze tijd binnen te gaan, ons leven binnen te komen en deel wil uitmaken van het leven en van de tijd van ieder van ons. Samen met Maria, samen met de herders, mogen we ons laten doordringen van wat het betekent dat God deel wil uitmaken van ons leven, van onze tijd. Dat op elk moment, of het nou een mooi moment is, een moeilijk moment of een verdrietig moment, God heel dichtbij is met zijn liefde. En dan kunnen we, net als de herders, erop uitgaan, na zo'n moment, om het uit te jubelen, God te danken, te loven en te prijzen. En aan anderen te vertellen wat er gebeurd is, daar in die kribbe. Lang geleden? Nee, op dit moment gebeurt het in de kribbe. Want voor God is de tijd en de eeuwigheid hetzelfde. Dus op dit moment is het Kerstmis. En op dit moment mogen wij daar bij de kribbe zijn om Jezus te aanbidden. En met die aanbidding en onder de zegen van God wordt dit een heel zalig nieuwjaar. En ik wens u zo'n zalig nieuwjaar van harte toe.